deurbewakers. Dit is het centrale plein. Met daar een aantal polyklinieken. Een ruimte voor het laboratorium. We hebben hier een plaatsje voor de auto's van de directie. En dit is het polykliniekgebouw. Dit is de poly. De röntgenafdeling. Eens even kijken of die open is. Ja, dat is die. Dit is de röntgenkamer. Een statief dat mooi geschilderd is. Dat was vorige keer heel erg roestig. Een paar generatoren. De tafel. Vast statief. Een airco die gerepareerd is. Nog een vast statief. Een stel röntgenjassen die net aan zijn, maar ze hebben ook een paar nieuwe gekregen. Dit is de technicus. En dit is natuurlijk prachtig, want ze hebben tegenwoordig ook een digitaal systeem. De platen komen netjes in een ontwikkelmachine en worden dan geladen in de computer. Dan gaan we naar de poli. Het is morgens helemaal vol met patiënten. Net als de ruimte die daar zit. Het ook allemaal spreekkamertjes. Consulting room nummer 6. Dan gaan we naar binnen. Sister Christiana, how are you? I'm fine. Thank you for being here so fast. So fine, it's Barney. Yeah, I know. De ventilator die blaast altijd zo hard dat alle blaadjes vasthouden moeten worden. Hier zitten we dan. Oh, en hier is ook nog een echt computersysteem, want polyklinische patiënten worden in een computer gezet. Dan gaan ze hier achter op de onderzoeksbank. Dit was voorheen alleen maar een lakentje en hebben we dan een krantje onder de patiënten gelegd. Er ligt nu een zeiltje en iedereen moet zijn eigen zeiltje nog extra meenemen. Een douchegordijntje is toch ook wel handig. Hey Sandra. Hallo. Kijk, en dat is nou Sandra, de favoriete zuster hier. Hartstikke slimme griet. Dit hier is de farmacie. Hier is de billing room. Er moet voor alles betaald worden. Hier zitten mensen allemaal netjes te wachten. En hier een soort tussendoortje. Nou, dan gaan we hier richting de OK. Gasflessen, airco's. Hier stond vroeger de mannenafdeling, er wordt nu een nieuwbouw gepleegd. Daar zijn ze druk mee bezig. Hier is Main Theater. Yeah. Dit is de holding. Er liggen de patiënten te wachten totdat ze geopereerd mogen worden. Dan mag ik de volgende ruimte niet in, want het is steriel. Dit is de plaats waar we ons verslagen maken. En daarachter, daar zie je de OK waar we hebben gewerkt. En er is ook nog een tweede OK, die zit daar net om het hoekje. Hier is het gedeelte. Hi. Waar de patiënten worden verkoeverd. Ik zal alleen de benen laten zien. En hier hadden dan ook al onze spullen staan. De ruimte van de OK-verpleegkundige. Wat nog interessant is om te vertellen, is dat alle gaasjes hier geknipt worden en met de hand gevouwen. Dus dit is 's avonds allemaal te doen. Hi! Hallo! Klomphok. Een mooi oud kabinetje met de kleding van diverse dokters. Dit is de doktersruimte. Hey! Waar iedereen altijd ligt te slapen. Herenkleedruimte. Het is vaak een behoorlijke bende. We hebben hier een toilet. Er zit geen licht. Dat zit er al 7 jaar niet. Hier hebben we de ruimte waar je handen moet wassen voordat je naar elkaar gaat.
Hier is de kinderafdeling. Hoi. Dat ziet er dus ongeveer zo uit. Met hier de kinderspeelruimte. Het nodige aan speelgoed, tv'tje. De ruimte van de verpleegkundige. Hi there, how are you? Sorry. Hi. Nou, dan heb ik dat maar. Na de forse tropische regenbui is het nou weer ruimte om eens eventjes aan de wandel te gaan. Dit is de nieuwbouw. Wordt is hard gewerkt. Soms moeten ze even stoppen. En dan kunnen ze tenminste weer, als er geld is, een beetje verder. Want het zaagwerk gaat met de hand. Stukwerk is gemaakt. De tijdelijke werkbank. Een lift is hier natuurlijk ook niet. Daar hebben ze het volgende op gevonden. Je hebt hier gewoon een soort glijbaan. Ik hoop wel dat er een goede rem op die bedden zit hier. Anders kon het nog wel eens heel erg verkeerd aflopen. In dit ziekenhuis hebben ze nu ook gezorgd voor meer privacy. Dus er zijn nu 1-persoonskamers, 4-persoonskamers. Dit is zo'n ruimte waarna 4 personen zouden moeten kunnen liggen. Hoewel ik wel 6 elektriciteitsaansluitingen zie. Dit zijn dan privékamers. En de bedoeling is dat hier een verpleegafdeling in komt. Beneden komt de fysiotherapieruimte. En een ruimte waar mensen een screening kunnen laten doen voor hun gezondheid. In verband met de verbouwing is de female ward en de male ward nu samengevoegd in dit gebouw. En dit hier, dat was de fever unit, waar mensen met koorts worden opgenomen. Koortsbesmettelijke ziektes. Er staat hier een behoorlijk aantal gasflessen, waarschijnlijk vanuit de COVID-periode. Dan hebben ze dat daar ook nog nodig. Nou, dan lopen we hier maar eens even rustig door. Zonder te veel commentaar, want er liggen ook allerlei patiënten hier. Ook op de gangen liggen patiënten hier. Dus aan de zijkant. Allemaal opslag met doeken eroverheen. Dit is de zijkant. Mensen liggen hier ook gewoon op de gang. Even een tussendoortje maken. Hallo! Ladies, good afternoon. Dit is de ruimte voor de verpleging, voorraadkast, waar niet heel veel voorraad in staat. Mensen moeten alle medicijnen zelf ophalen. Hier nog een gang, het is nu leeg. Dan wil ik jullie de herenafdeling niet onthouden. Die is hier. Good evening everybody. Ajimang, how are you doing? I'm doing fine. Oké, almost finished? No, I'm not finished. Not finished? No. We have. That's good. Okay. Have you packed your see you later. Yes. See you. Dat is Ajimang Robbie. Dat is de arts die hier de zaken regelt. Dit is dan hoe de mensen hier in de bedden liggen. So.
op hun bedden van het ziekenhuis. Spoelsystemen met de emmertjes scheelt niet zo heel erg met wat wij thuis hebben. Sommige mannen in prachtige gewaden. Infuuspaden zijn hier ook even net iets anders dan bij ons thuis. Om mijn rondje even verder af te maken. Dit is de richting van het convent, dat is waar de nonnen zitten. Daar waren er voorheen heel veel van, maar tegenwoordig zijn het er nog maar een paar. Dus die hebben we eigenlijk de hele periode hier niet gezien. Normaal gingen we hier altijd eten. Dit is de plaats waar alle ziekenhuisauto's staan. Hoeveel katjes. Magere katjes. Hop, zijn ze al weg. Nou, dit is waar de zusters van zijn. Hi! Kijk, dit is de kok. Can you show your child? Yeah, you look just like that. Yes. Oh, it's okay. It's okay. Your family. Dit is de kok van van de zusters. Staat te werken met de kind op de rug. Can you put her on your back again? At my back? Yes, oh, as she was. You. Oh, sorry. No. Kafra. 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 Och. Kijk, zo doen ze dat hier dan. And that's it. Oh no, not yet. Nog even vastgesnoerd. Okay, turn around please. Hey. Kijk eens, we zitten hier dan heerlijk te hangen de hele dag. Lekker bij mama. Hey. Good morning. Thank you. Bye bye. Bye. Dit is het plaatsje waar onze kleding wordt gewassen. Daar weer een scharminkelige kat. Hé, hey, poes. Loopt een beetje mank. Dan gaan we nu door naar de technische dienst. Dat wil ik jullie ook niet onthouden. De meeste rolstoelen hier die hebben geen wielen. Althans wel wielen, maar geen banden. Dus dan moet je het gewoon maar zo doen. Om chemicaliën netjes achter slot en grendel. En dan hier, weet ik niet of we het nu nog kunnen zien of dat het donker is. Ze gooien niks weg hier. Alles wordt bewaard. Oeps. Oh, lekker voor mijn slippers. Hier binnen, als het te zien is, nou, een beetje wel, denk ik, staat echt van alles en nog wat. Een koelkast, computers, monitoren, bloeddrukspullen. Wordt allemaal gewoon bewaard. Als je een schroefje nodig hebt, dan kijken ze of dat erop zit. We hebben daar de afdeling van de houtbewerking. Hi, sirs. How are you? Ja, dit is helemaal mooi opgeruimd inmiddels. Hi. Hallo. Hallo. Kijk, zelfs een zaagtafel. Die had ik nog niet eerder gezien hier. Ze hebben het hier best behoorlijk netjes gemaakt. Er staat daar altijd een bed. Ja, dan moet natuurlijk tussen de middag wel even geslapen worden. Hierachter ligt het mortuarium. Daar had ik al wat over uitgelegd. En dan gaan we zo weer terug richting de bungalow. Ja, allemaal planken die inmiddels ook netjes zijn opgestapeld. Er is veel gedaan hier. Alle deuren die eruit zijn gekomen uit de ruimte die nu afgebroken is, wordt allemaal weer gebruikt. Deurkozijnen. Een auto, die staat er ook al een paar jaar. Langzaam te vergaan. Containers met spullen die ooit zijn geschonken per container. Maar die containers worden niet meer opgehaald, dus die blijven hier staan. Hallo. Hey, hey Dixon. Kijk, dat is onze chauffeur. Dit is Dixon. Zo, dan gaan we deze kant nog even op over een modderpaadje. Want tegenwoordig hebben ze hier zelfs een heuse gym. Die zal ik nog even laten zien. Ook nog een keertje aan het sporten geweest. Het is morgens heel vroeg. Good morning! Kijk, maar wat spulletjes. Fucking. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal prachtig uit.
De gewichten die ze nu gebruiken is voor een deel echt van die dumbbells. Maar voor een gedeelte zijn het ook gewoon onderdelen van auto's. Wat ze hier dus ook hebben, dat is een guesthouse voor de familie van de patiënten. Dan is er daarachter tegenwoordig ook nog een crash. Ze zorgen hier goed voor het personeel. Want ja, de meeste vrouwen hebben hier natuurlijk allemaal kinderen. Hier recht vooruit is het opleidingscentrum voor de verpleegkundigen. Het is een verpleegkundig opleidingsinstituut hier. Die grote bakken die er bovenop staan, dat zijn waterbakken, want veel waterdruk is er hier niet. Dus als je wilt douchen, dan moet daar water in zitten en door de gewone zwaartekracht komt water uit de douche. De drones hier langskomen om spullen te brengen. En dat is dus hier op het veldje. Dingen komen laag overvliegen en droppen dan hun spullen. Daar heb ik foto's van gemaakt. Op dit voetbalveldje wordt dat dan gedaan. Nou, dan is het tijd om terug te gaan naar de bungalow.